Trial is echt eigenlijk een deel van mijn leven. Ondertussen echt mijn leven is geworden bijna. Ik hoop dat het ook zo nog veel evolueert. Dat ik echt mijn beroep kan maken. En ook gewoon echt nog veel kan betekenen in de sport. En hopelijk de beste kan worden. Ik ben in mijn carrière al 4 keer Belgisch kampioen geworden. Ik sta nu 8e op de wereldranking van de UCI. Het is de bedoeling om nog verder te gaan, echt naar de top 3. En hopelijk binnen een paar jaar ook gewoon de beste te worden. Dat weet je natuurlijk niet. Ik ga er alles aan doen voor daar te geraken. Je moet er echt heel veel voor doen. Het spijt me dat ze misschien niet naar Van Ant voor terugkrijgt. Maar ja, er zijn er natuurlijk veel sporten. Ik vind het ook al beter in de laatste jaren. Maar ik hoop dat in de toekomst dat dan nog beter wordt en meer erkend wordt door de buitenwereld. Ik kan ook wel zeggen dat trail een deel van mijn leven is. En ondertussen is bijna echt mijn leven. Het is de bedoeling om ooit echt professioneel te worden. En dit als mijn werk kunnen aanschouwen. Ik denk dat mijn grootste kwaliteit is dat ik nooit opgeef. Ik denk dat, zeker in onze sport, is mentaal zeer, zeer belangrijk. Gewoon het weten dat je het kan blijven doorgaan en blijven proberen totdat het lukt. Het nooit opgeven is heel belangrijk en ja, dat wil ik gewoon meegeven. En daar denk ik dat wel mijn grootste kwaliteit is, gewoon nooit stoppen en altijd doorgaan. Zeer, zeer belangrijk is. Je kan iets kunnen, maar je moet echt op dat moment kunnen. En ja, zeggen van ik kan dit en het doorzetten is zeer belangrijk. Want je gaat altijd iets tegenkomen wat je niet kan. En voor verder te willen gaan moet je dit overwinnen. En ook aan iets beginnen dat je op voorhand weet van ja, de kans dat ik dit ga kunnen is zeer klein. En gewoon ervoor gaan en blijven doorgaan. Nog veel presteren en graag zou ik nog een paar grote projecten doen, ik weet nog niet wat, maar de toekomst nog veel meer doen eigenlijk en gewoon doorgaan tot ik niet meer kan.